hebben wij voor jullie een sister Q&A. De meest gestelde vraag is wel echt van, hoe zit het nou met jullie? Wie is er een tweeling? Zijn jullie een drieling? Of wat is het nou? De matras bleef liggen, maar ik ging wel naar beneden. Dus ik ging echt Volgens mij toen gingen wij voetballen in de kamer. En toen schoten we de lamp van de kast af. Hoi, ik ben Bo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier samen met mijn twee zusjes. Roos. Hey Milou. Leuk dat jullie er zijn. En hoe vaak even is een video met ons drieën als zusjes aangevraagd? Heel vaak. Ja. Want het is dus zo, Roos en ik maken best wel vaak video's. Roos komt ook wel vaker voor in video's. Ja. En Milou is altijd een beetje op de achtergrond. In ieder geval, jij krijgt wel alles mee. Maar jij bent gewoon niet zo vaak in beeld. Nee, ik vind het minder leuk om mee te doen bij de video's. Maar soms vind ik het wel leuk. Dus Milou is gewoon meer van andere dingetjes en lekker in de real life. Helemaal goed. Maar wij krijgen daarom wel vaak opmerkingen. Omdat Roos natuurlijk dan meer in beeld is als Milou. Van, sluiten jullie elkaar buiten? Of wat is dat nou met Milou? Is Milou wel jullie echt een zusje? En echt allemaal weird questions. Maar hoe zit dat nou? Nou, ik doe gewoon niet zo vaak mee. Maar ik heb graag alles mee hoor. Dus... Ja, Milou wordt niet buitengesloten, nee. Dus Milou is ook gewoon ons echte zusje. Alleen soms maken wij gewoon video's en heeft Milou daar dan geen zin in. En we gaan ook niemand forceren, dus dat is de reden. Vandaag hebben wij voor jullie in ieder geval wel een hele leuke video. Want vandaag hebben wij voor jullie een Q&A. En gaan we dus de meest gestelde vragen over ons drieën als zusjes beantwoorden. En het kunnen vragen zijn aan specifiek Roos en Milou, aan mij en Milou, aan mij en Roos of aan ons drieën. Dus die gaan we vandaag beantwoorden. Heb je nou zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je onder niet te abonneren. En dan zeggen we altijd, let's get started. Ik heb hier mijn telefoon en hierop staan de 10 meest gestelde vragen. Wij vroegen jullie namelijk via Instagram daar leuke vragen in te sturen voor ons drieën. En daar hebben wij een selectie uitgemaakt van de 10 meest voorkomende vragen. Wil je nou de volgende keer ook meesturen met vragen en andere dingen? Volg dan even onze Instagram, staan beneden in de beschrijving. Voor nu gaan we beginnen met de Q&A, dus let's go naar vraag nummer 1. Vraag nummer 1 is, hoe oud zijn jullie? Nou, hoe oud zijn wij? Milou, we beginnen bij jou. Nou, ik ben 14. Roos? Ik ben ook 14. En ik ben 17 en hoe dat allemaal zit qua leeftijden en dat zij dezelfde leeftijd hebben, vertellen we jullie straks. We gaan nu door naar vraag nummer 2. Om de verwarring in de vorige vraag op te lossen, hebben we als vraag 2, zijn je zusjes een tweeling? Nou, hoe zit dat? Want dit is echt ook een ding. Ik heb dat ooit voorbij laten komen in een Instagram foto en toen waren zoveel mensen confused. Want ik zag dat het vet vaak doorgestuurd was en allemaal reacties. Maar hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Nou, we zijn een tweeling. Heel makkelijk. Ja, meer is het niet. En je ziet het niet direct. Tenminste, als je het niet zou weten, zou je het niet zien. Dus zijn ook een twee-eigen tweeling. Maar jullie zijn gewoon allebei geboren op dezelfde dag. 15. Tegelijk. Dus jullie zijn beide... Ja, jullie zijn gewoon een tweeling. Maar wie is dan de oudste van de tweeling? We doen even, voordat we het gaan vertellen, een poll bovenin. En dan moeten jullie even stemmen wie jullie denken dat het oudste is. En dan gaan we het nu vertellen. Wie is de oudste? Ik heb. Hoeveel minuten was het ook alweer? Volgens mij 11 of zo. 11, dus echt wel heel kort. Maar Roos is de oudste en ze zijn een tweeling. Ja. Vraag 3 is, wat vinden jullie het leukste en het irritantste aan elkaar? Oeh, moeilijke vraag. Oké, we gaan het even zo doen. Ik zeg bijvoorbeeld eerst over Roos en Milou, want Roos zou eerst, maar Roos wist het niet. Dus ik begin even. Dan doet Roos het over mij en Milou en dan Milou over mij en Roos. Ja. Ja? Oké, het leukste. We beginnen natuurlijk met het positieve, want je moet alles altijd positief benaderen. Nee, het leukste vind ik denk ik aan Roos, dat ze zeg maar altijd wel gewoon... Roos kan heel makkelijk zeg maar een beetje zo'n schattige mind of zo, een beetje zo'n schattige, ja hoe zeg je dat? Persoonlijkheid opzeggen, dat bedoel ik. Roos kan soms heel schattig doen. Met sommige posities, sommige situaties is dat heel erg handig. Dus dat vind ik het leukste aan Roos. En Roos kan soms ook wel, ja, zeg maar wel zo heel spontaan zijn en heel makkelijk in omgang. Dus ik denk dat. Bij Milou vind ik ook wel dat spontane heel erg leuk. En Milou is echt een strijder qua werken. Dus dat vind ik ook wel leuk. En een minder leuke vind ik bij Roos, dat Roos best wel snel boos kan worden. Want Roos kan echt snel boos worden. En bij Milou vind ik een minder leuke soms het moederachtige. Want Milou wil zeg maar altijd als we alleen thuis zijn, dan zegt ze, Bo, wil jij even dat in de vaatwasser zetten? Roos, ruim eens je glas op, weet je wel. En dat is gewoon soms een beetje irritant. Ja. Dus dat zijn de mindere dingen. Oké, nu is Roos aan de beurt. Ja. Het leukste aan Bo vind ik dat Bo altijd best wel snel is van, ik help je wel even daarmee. Of ik help je wel even daarmee. Of die wil je wel zo helpen. En Milou, die, ja, daar kan ik heel veel samen mee doen. Omdat we dezelfde leeftijd hebben. Dus dat vind ik ook heel leuk aan Milou. Dat ik daar altijd hetzelfde mee kan doen. En de stomme dingen of de irritaties.
Het irritante vind ik vaak bij Bo, dat ze vaak dingen heeft van, dan vraagt bijvoorbeeld of ze wat wil doen. En dan zegt ze, ja, dat doe ik zo. En dan doet het gewoon vervolgens helemaal niet. Gewoon uitstelgedrag, ja, zeg maar, ja. Of dan doet het gewoon niet. En dat vind ik soms best wel irritant. En Milou die kan soms ja, een beetje zeurderig overkomen als ze... Ja, dat moederachtige, dat ja, komt al een beetje naar boven. Nou, ja. Milou? Nou, kijk, het irritantste aan Roos. Het leukste. Oh ja, we beginnen positief. Het leukste aan Roos vind ik denk ik dat ze wel snel wil helpen met school. Dus ga ik je heel vaak overhoren als ze dat wil. Is soms een beetje irritant, maar is verder wel leuk. En Bo die help je heel vaak gewoon als je iets niet snapt, dan gaat ze je wel helpen. Zegt ze, ik help je zo wel daarmee. Dat is wel heel leuk. Ja, een beetje hetzelfde. En de irritaties? De grote irritatie van Roos is denk ik dat ze heel snel geïrriteerd is als je iets zegt. Als je gewoon een grapje of zo maakt. En dan vat ze dat anders op dan dat je het bedoelt. En dan vindt ze nooit zo leuk. En bij Bo is het denk ik dat ze heel vaak gewoon zegt, ja als jij dit voor mij doet... Dan mag jij dit van mij hebben ofzo, zeg maar. Dus je moet heel vaak wat doen voor Bo. Maar ja, ik ben soms een beetje van het bestellerige. Maar ik vind dat we er best wel goed doorheen zijn gekomen. Ja. Zullen we verder gaan naar de volgende vraag? Ja. Let's go. Vraag nummer 4 lees ik even voor, want het is een beetje een vraag aan jullie. En anders is een beetje onhandig als Roos hem voorleest. Het zijn 2 vragen die ik in 1 heb gedaan. Namelijk de eerste is, hoe voelt het voor je zusjes dat je bekend bent? En de andere is, Milou en Roos, worden jullie ook wel eens herkend? Nou, beantwoord dat maar. Als eerste, hoe voelt dat? Hoe is het? Hoe vinden jullie dat? Dat heel veel mensen naar mijn video's kijken of ja, hoe je dat wil noemen. Nou, ik heb nu echt het idee dat het bekend is, maar ik hoor wel vaak opmerkingen. Of sommige mensen denken zelfs dat ik Bo ben of zo. Dat hoor ik heel vaak. En ja, ik heb ook wel mensen die dan van die opmerkingen maken van, oh, doe jij dit ook of zo? Van die films maken. Maar ja, en ik ben ook wel eens herkend, vooral met musicaliteiten toen. Ja, toen maakte jij zelf ook heel veel video's. Dus ja. Dan ja, is het ook wel anders natuurlijk. Dan gaat het zelf ook sneller. En Milou? Ja, ik vind het wel leuk, maar ik heb er zelf nog niet heel veel mee. Maar ik vind het voor Bo wel leuk dat ze met YouTube en zo ver is. Want je ziet wel van hele andere kanten bepaalde dingen. Maar ik word op zich niet heel vaak herkend, want ik doe zelf niet heel veel met social media. Nee, je doet alleen Instagram, toch? Ja, ja. Nou, prima beantwoorde vraag. Gaan we naar vraag 5? Ja. Vraag 5 is, wie van jullie heeft de meeste kleren? En ik kan ook heel makkelijk voor je beantwoorden. Ja, dat is heel moeilijk. Ik weet niet wat ze gaat zeggen. Ja, Bo die krijgt best wel vaak kleren en zo... Opgestuurd gekregen. Ja, gesponsord. En ja, zij heeft echt heel veel kleren. Dus ik kan heel vaak wat van Bo aan. Het is eigenlijk wel handig, maar Bo heeft de meeste kleren. Ja, maar ik verkoop zeg maar, als ik dan dingen niet meer draag, dan verkoop ik het wel. Omdat ik het heel gezond vind om het in mijn kast te laten liggen. En Roos en Milou, dat zijn ook hele handige, ja, weggeefhoeken noem ik het maar. Want dan lenen ze een trui en dan ineens hangt die altijd in hun kast. En dan... Maar nee, prima. Ik denk dat ik die... Ja, ik denk dat ja, die win ik. Ja, dat zeker. Kijk, vraag nummer 6 is, wie heeft er een vriendje? Roos? Nee, ik heb geen vriendje. Ook niemand op het oog op dit moment? Nee? Milou? Nou, mij is het net zo boeiend als bij Roos. Ik heb ook niemand en niemand op het oog, dus dat... Niemand? Nee, helemaal niemand. Stiekem wel. Stiekem heeft ze wel iemand op het oog. Nee, oké, maar ja, ik heb wel een vriendje. Maar dat weten heel veel mensen die deze video kijken denk ik ook wel. Namelijk Julian. Jullie is nu op vakantie. Jammer. Maar nee, ik heb alleen een vriendje. En deze zijn nog single, dus wil je ze graag hebben? Hit them up in de reacties. De volgende vraag is, wat zijn de verschillen tussen jullie? En ik vind het wel een hele leuke vraag. Want heel veel mensen zeggen ook wel van, zijn jullie een drieling? Of hoe zit dat nou? We krijgen best vaak van die vraag dat mensen denken dat Milou en ik een tweeling zijn. Of ik en Roos. Het is altijd een beetje... Ja, het blijft altijd een beetje een raadsel voor jullie. Ze denken vaker dat ik of Bo of Roos en Bo tweeling zijn dan ik en Roos. Ja, dat is daadwerkelijk een tweeling. Ja, ik krijg nu ook heel vaak van die reacties van, oh, ik dacht even dat je Bo was of zo. Ja. Oké, de verschillen tussen ons zijn denk ik, nou, in mijn geval mijn leeftijd in vergelijking tot jullie. En qua uiterlijk, ja, verschillen we allemaal wel. Tenminste, we vinden allemaal wel dat we verschillen. Maar... Ja, wij krijgen wel vaak andere reacties, dus daarom vragen we het ook aan jullie. Wat vinden jullie qua uiterlijk onze grootste verschillen? Ja. Laat het even weten in de reacties. Ik ben best wel benieuwd wat mensen dan gaan zeggen, weet je wel. En voor de rest qua verschillen, ja, ik denk niet heel veel. Ik denk dat we allemaal best wel, we blijven allemaal meiden, dus we zijn best wel snel geïrriteerd. En kunnen ook best snel boos worden om kleine dingen. Ja. Maar ja, qua helpen en zo, wij doen thuis best wel veel, dus ook best wel heel zelfstandig en zo. Dus dat hebben we allemaal wel. Maar echt specifieke dingen waarvan ik nou denk van, oh, dat is heel verschillend tussen ons, zou ik niet echt weten. Jij wel? Nee, het is dat hun veel meer doen met social media en dat hun dat veel leuk vinden. Maar qua persoonlijkheid verschillen niet echt, nee. Vroeger wel,
Maar nu niet echt meer. Het is een beetje hetzelfde. Ja. De volgende vraag is, wat was de domste reden dat jullie ruzie hadden? Wij hebben echt wel vaak ruzies, of vooral discussies ook, over echt wel domme dingen. Gewoon over, dan zegt mijn moeder van, wil je even de was ophangen? En dan moet er eerst een discussie komen van 10 minuten over wie dat dan gaat doen. En waarom diegene dat dan moet doen en waarom de anderen het niet moeten doen. Dus wij hebben wel echt vaak van die discussie over hele kleine en domme dingen. En vooral ook als we moe zijn, of als we heel erg lang in de auto zitten, dan komt op een gegeven moment wel echt zo'n irritatielevel naar boven. Dat we allemaal denken van, oké, niet te veel zeggen, maar echt domme dingen. Wij hebben vooral vroeger echt domme dingen. Ja, we hadden vroeger wel een keer, toen net een nieuwe lamp gekocht. En toen gingen wij voetballen in de kamer. En toen schoten we de lamp van de kast af. Maar toen gingen we elkaar de schuld geven, want die wou beginnen en zo. En die schoot de bal. Dus altijd van die rare dingen. We hebben ook wel vroeger met matrassen gingen we dan zo van de trap glijden. Wij hebben echt een trap die recht naar beneden is. Dus dan kan je heel erg makkelijk dat doen. Ik raad het niet aan, want het is echt levensgevaarlijk eigenlijk. Maar goed, wij deden dat dan altijd stiekem als onze ouders nog sliepen. En dat was helemaal het einde. Ja. Maar dan gingen we zo naar beneden glijden. En toen hebben we ook wel eens dingen gesloopt of dan dat iemand viel en dan jij viel één keer van de matras. Nou, toen was het dus zo. Ik wou zeg maar, dit is een matras en ik zat erop. En ik wou glijden, maar het matras bleef liggen. Maar ik ging wel naar beneden. Dus ik ging echt Volgens mij tegen een glazen deur. Ja, ik weet het niet meer. Maar daarbij zijn ook echt wel veel discussies gevonden. Van ja, jij deed het en jij duwde me. En zodoende. Maar ik denk dat dat echt wel zussen dingen zijn. Misschien ook wel een boerse zussen dingen of een boer dingetje. Gewoon altijd domme discussies over echt. Dus later ook denk van, waar gaat het ook over, weet je wel? En dan 5 minuten later, als je er langs loopt, dan is het ook gewoon weer over. Dan is ook niks meer aan de hand. Maar we hebben heel vaak wel over domme dingen. Ja, hele domme dingen. Maar het is wel vaak dat het zeg maar 2-1 is. Ja. En dan zeg maar degene die dan alleen is, die is die is gewoon klaar. Kijk, de volgende vraag is, wie heeft 's morgens het slechtste humeur? Nou, deze is heel makkelijk. Deze is heel makkelijk. Daar zit ze. Kijk, dit is zeg maar echt zo, als we bijvoorbeeld vroeg weg moeten. Zoals vandaag gingen we dan naar Duitsland vuurwerk halen. En dan zegt mijn vader, oké, we gaan om 10 uur weg. Nou, in dit geval is dan even wat anders. Alles liep een beetje uit. Maar normaal gesproken is het dan zo, dan ik heb gewoon de werk staan, ik ben er op tijd uit. Milou meestal ook wel. En Roos moet je altijd roepen. En dan is het altijd, nee, ik wil niet. Ja, nog 5 minuten. Ja, ik ga zo douchen. Ja, ik ga dit. En dan zeg maar heel erg lang uitstellen, wat ze dan niet de bed uit wil. En als dan iedereen al klaar staat om weg te gaan, het maakt niet uit hoe laat je weggaat, om 3 uur 's middags, om 8 uur 's avonds, om 10:30 's ochtends. Nee, Roos is gewoon altijd te laat. Is altijd wel van, oh wacht, ik moet nog dit pakken. Oh wacht, ik moet nog dit. Dus altijd wel Roos. En je eigenlijk moet nooit te veel opmerkingen maken. Nee, geen Roos grapjes ochtends, in de ochtend tegen Roos. Dat is niet wensbaar. Toch? Ja, nou, vanochtend werd het wel tegen me gezegd, maar ik was het niet mee eens. Goeie toevoeging. Ja. Dan hebben we nu de allerlaatste vraag. Vond ik dit wel een goede afsluiter, namelijk, wat zijn jullie goede voornemens? Roos als eerste? Mijn goede voornemens? Ik denk vooral met school. Het is best wel moeilijk, dus ik denk gewoon goed met school bezig of zo. Maar ik heb niet echt een goed voornemen of zo. Oké. En Milou? Nou, mijn goede voornemen is gewoon overgaan naar HAVO 4 met school. Dus allebei gewoon even wat meer power in school, meer plannen. Misschien beter leren, dingen anders doen. Ja, mijn planningen uitvoeren, dat vooral. Want de planning dat lukt wel, maar het uitvoeren. Nee, en ik heb denk ik een beetje vooral nog meer dingen gaan doen met YouTube, wil ik heel graag. Meer met mijn Instagram, meer met mijn TikTok. Wil graag heel social media heel ver gaan uitbreiden. Dus volg je hem nog niet, help me dan even. Alles hier in de beschrijving. Dat was het weer de video. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond het leuk om op te nemen. En jullie? Ik vond het ook heel leuk. Ik vond het ook leuk. Nou, super. Wil je nou meer video's met ons drieën? Laat dan even in de reacties weten wat voor video. En ja, als je dat wilt, gewoon even laten weten in de reacties. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei! Doei.